Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Beste broeders en zusters, welkom bij Stichting Najiba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Vanuit Marrakesh doe ik deze oproep. Tussendoor ook. We zijn nu even druk bezig met het coördineren hier in Marrakesh. Om die spullen natuurlijk straks te brengen als de vrachtwagens aankomen. Maar voor nu, we zijn bezig. We zijn gebeld en gevraagd of we een inzameling kunnen verrichten. Van een overleden Syrische broeder, rahimullah, die niet verzekerd is. Op dit moment is hij gewassen en al. Moet alleen nog begraven worden. Geer inshallah, we vragen jullie hierbij steun. Zoals altijd. Totale kosten, beste mensen, is 3.500 euro. We hadden nog uit mijn hoofd 1000 euro van de vorige inzameling. Dus dat betekent dat we nog 2.500 euro nodig hebben. Dus barakalofkom, doneer ook al eens maar een euro. Zoals de profeet sallallahu alaihi heeft gezegd, wie moeilijkheden van een broeder of zuster verhelpt, Allah subhanahu wa ta'ala zal onze moeilijkheden verhelpen op de dag des oordeels. Ik vraag natuurlijk Allah subhanahu wa ta'ala nogmaals om hiervoor in aanmerking te komen, inshallah, met z'n allen. En de broeder zal ook een getuige voor ons zijn, inshallah. Ik zou zeggen, beste mensen, helpen of doneren of doen tenminste dua. Ubarakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.